Zowel leerkrachten als leerlingen moeten nog wennen aan het nieuwe normaal op school. Dit haalde leerkracht Christel Somowijojo van de Boegnerschool vandaag aan in gesprek met onze nieuwsdienst. Diverse scholen bereiden zich voor op de toets of het examen. Sinds het onderwijsproces op 6 juli is hervat, gaan alleen de leerlingen van de toets- of examenklasse naar school om zich voor te bereiden. Somowijojo zegt dat de voorbereiding naar de toets toe goed verloopt. Echter geeft ze aan dat het een beetje moeilijk is om les te verzorgen in de nieuwe situatie. De COVID-19 maatregelen die in acht genomen moeten worden, zorgen voor problemen bij zowel de leerkrachten als leerlingen. Het lesgeven zelf gaat heel goed, maar met een mondkapje lukt niet. Kijk, ik bril en wanneer ik hem opdoe, dan wordt beneden beslagen. En wanneer jij als mens niet genoeg zuurstof binnenkrijgt, dan, hoe moet ik het zeggen, ik kreeg althans hoofdpijn van. Die kinderen kregen wel enkele minuten om naar buiten te gaan, om wat frisse lucht in te ademen, natuurlijk met 1,5 tot 2 meter afstand. Dus op die manier, we kunnen het niet anders, het moet gedaan worden. Het is een beetje moeilijk, want je moet de hele tijd neusstap opzetten, afstand houden. Je kan eens praten met je vrienden. Hoe is het lesvolgen in de klas? Een beetje moeilijk. Wat is dan moeilijk? Ja, juffrouw kan bijna niet goed uitleggen, want zo dat moet ze de neuskap opzetten en wij ook. Ook op de Christus Koningsschool hebben de leerkrachten en leerlingen problemen met het te lang dragen van een mond- en neusbedekking. Daarom vindt leerkracht Doekie afstandsonderwijs beter. Ze erkent echter dat deze wijze van onderwijs geven beperkingen heeft. Leerling Jason Lesperan zegt dat het lastig is om op deze wijze les te volgen. Voor mij was dat wel beter. Maar voor de leerlingen niet, want niet iedereen heeft altijd internet. Ik heb wel, dus ik kon altijd internet geven, les verzorgen, sorry. Maar dan had ik altijd dat de groep niet compleet was. En zo zijn de andere leerlingen dan achtergeraakt. En nu moet ik dan alles weer opnieuw doen. Voor die leerlingen ook. Op bepaalde momenten zit je al te balen. Want het is anders, je moet wennen. En het is soms ook lastig om met een mondkap les te volgen, omdat je de leerkracht niet altijd verstaat. Dat was de mening van enkele leerkrachten en leerlingen over het nieuwe normaal op school. Leerlingen en leerlingen vinden dat te lang lesvolgen met een mond- en neusbedekking niet alleen voor ademhalingsproblemen zorgt, maar ook dat leerlingen de leerkrachten niet goed verstaan.